Hollandse Nieuwe, mag dat ook? Wissel zoveel mogelijk af. Straks begint het schaatsseizoen weer. Ga ik lekker schaatsen. Hardlopen, fietsen. Of gewoon naar de sportschool. Ja, een beetje gewoon zo afwisselend mogelijk. De inval in Oekraïne. 24 februari. Ergens in de nacht. Pikken donker. De telefoon ging. En toen kreeg ik te horen dat de invasie was begonnen. Ja, dat vergeet ik nooit meer. Nou, dat is een heel belangrijk gesprek om aan te gaan met mensen. Want ik snap echt wel dat mensen dat soms denken. En je hoort het ook veel, je leest het wel. Maar eigenlijk kunnen we niet genoeg doen voor Oekraïne. Want we kunnen nooit zo'n agressor als Poetin gewoon dit laten doen. Zijn gang laten gaan. Dus we moeten er wat voor over hebben. Dus we moeten Oekraïne blijven helpen op allerlei manieren. Ook als het onszelf een beetje pijn doet. En tegelijkertijd, gelukkig zijn we in de omstandigheden dat we de mensen die het echt nodig hebben daarbij ook kunnen helpen. Letterlijk de winter door kunnen helpen. Maar dit soort dingen, weet je, daar hebben we ook een VN-handvest voor afgesloten. Dat is een heel belangrijk principe. Dus zelfs als het onszelf raakt, moeten we toch doorgaan. Ja, ik ben wel een beetje deeltijdsupporter geworden. Ik ben niet meer bij iedere wedstrijd, maar ik kom er nog wel. Ja. Ja, het is heel leuk. Je merkt dat je al vrij snel ga je een beetje het jargon overnemen van wat ik hoor van de militairen. Die hebben het over dat iets op het hoogste dek moet worden besproken en zo. Ik merk dat ik dat heel leuk vind. En toch ook wel de lessen van, weet je, als het echt moet, dan wordt er gewoon gehandeld. Dan wordt het gewoon geregeld. Dat vind ik heel mooi om te zien. En dat is denk ik ook in ons werk heel goed bruikbaar. Ja, bijzonder. Maar ik heb er vooral naar gekeken gewoon vanuit ons eigen veiligheidsperspectief voor de NAVO, voor die landen zelf. Zij voelen zich ook onveiliger nu ze weten wat Poetin doet. Zij willen, ja, dat hebben ze nooit gedaan tot nu toe. Ze willen nu graag lid worden van de NAVO. Ik denk dat het voor hun goed is, voor de NAVO goed is, voor de verdediging beter is. En dat ik daar dan ook nog als half Zweedse, dochter van een Zweedse moeder, mijn handtekeningen om mocht zetten. Dat was een leuke bijkomstigheid. Nou, ik zit er nog niet zo heel lang, maar het zijn al heel veel ontmoetingen die mij bij zijn gebleven. Met veteranen die eigenlijk die gewond terug zijn gekomen op de een of andere manier. Daar heb ik veel mee gesproken, hoe het met hen gaat. Maar ook bijvoorbeeld de mensen die hebben geholpen bij de evacuatie van Kabul. Echt heel indrukwekkende verhalen. Met hele oude heren, Indië-veteranen in Brombeek. Ik zou er nu eigenlijk al, ik zou er nu al nog veel meer kunnen noemen. Ja, vrijheid is voor mij heel erg hoe ik ben opgegroeid. In vrijheid, met de verhalen van hoe het ook anders kan. Maar vrijheid is voor mij ook, weet je wel, dat je af en toe inderdaad, als het weer eens gaat vriezen, over het water zuist, schaatsend, dat je in de natuur kunt zijn. Dat je, het is voor mij heel erg een gevoel wat ik heb, maar het past heel erg bij Nederland. Mooi, dankjewel.